Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday! Vandaag gaan we Brookhaven spelen, want er is een gloednieuwe update met sneeuw. Dus dat betekent dat mijn zusje en ik een lekker leuke sneeuwdag gaan hebben op een schooldag. Dus dat gaat nog eventjes heel erg spannend en leuk worden. Ik heb er ontzettend veel zin in, maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele toffe challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven, alleen met welke hand, dat hangt ervan af. Gebruik je linkerhand als je nog nooit eerder een sneeuwpop heb gemaakt. Ik zou dat zo ontzettend graag willen, maar dan vriezen mijn handen ervan af en druk dan natuurlijk op dat duimpje omhoog. Of ben je een van die supercoole mensen die dat wel eens een keertje is gelukt? Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar en laten we dan nu meteen beginnen. Oh, goedemorgen jongens, we zitten lekker in Brookhaven. Oh, hallo, hallo Millie. Ben je wakker? Millie? Wat? Millie! Wat? Ja, ik ben wakker, Okay. Goed zo, goed zo. Wat zie ik? Oh my goodness. Wat? Oh my goodness. Nee. Wat? Kom snel eventjes kijken. Hier buiten. Sneeuw! Wow. Het ziet er zo gaaf uit. Het is echt prachtig. Wacht even. Ik wil heel graag in de sneeuw spelen. Dat lijkt me echt super leuk. Alleen. Nee. We hebben een probleempje. We hebben een heel klein probleempje. Wat dan? We moeten vandaag naar school. Het is een schooldag. Maar, nee, wacht. Nee. Ik weet wat. Misschien hebben we vrij van school. Sneeuwvrij. Oké, ik ga eventjes naar beneden. Oei. Sneeuwvrij. Zo. Sneeuwvrij. Nou, dat hoop ik wel. Ik ga eventjes mijn telefoon checken. Even de app. Wat? Nee. Wat? Dat wat? Kan niet. Melie. Ze zeggen ondanks de sneeuw gaat school alsnog door. Nou, dat is echt super ballen. Dat vind ik zo stom. Maar ik wil zo graag in de sneeuw spelen. Ik wil sneeuw. Nou, ik vind in ieder geval onze kerstboom wel echt heel erg gezellig. Het voelt wel echt lekker kerstig aan. Weet je wat het is, Melie? Je kan toch geen winter vieren zonder dat je gewoon lekker de sneeuw in bent gegaan? Ik heb een idee. Waar kan ik het veilig zeggen? Oh ja! Was alweer vergeten. Mama en papa die zijn op vakantie. Dus ik kan het gewoon hier zeggen. Melie, zullen we gaan spijbelen? Spijbelen? Ja. Om in de sneeuw te spelen? Ja. Dat lijkt me echt superleuk. Yeah! Yes. Oké, okay, let's do it. Dat vind ik echt heel erg leuk. Nou, dan moeten we wel eerst eventjes gaan omkleden. Hier zo in de kast. Rup. Yes. Nou, ik heb een mooie lekker winterse outfit. En kijk, wat heb jij aan? Wat heb jij aan, Melie? Leuk. Ja, dat is echt jouw favoriete trui. Oké, helemaal leuk. We matchen eigenlijk wel mooi. Ik heb zin in. Oh, wacht. Dan moet ik wel natuurlijk eventjes de school gaan bellen. Meer mama en papa zijn er niet. Wacht, ik weet wat we gaan doen. Maar ik kan mama heel goed nadoen. Ja. Oh, ja, hier, zeg jij het maar. Ze neemt op. Hallo. Oh, dit zijn de moeder van Jamila en Lily. En ik moet echt wel bekennen dat ze allebei heel ziek zijn. Ja, we zijn heel ziek. We zijn heel ziek. Ja, dus ze kunnen vandaag echt niet naar school komen. Oké, bye. Oh, Melie, je hebt het gedaan. Yes. Oké, we zijn vrij. Sneeuwvrij van school. Let's go. Ja, natuurlijk. We gaan al. Oh, Melie. Yay. Woehee. Yay. Oh, dat is koud aan mijn voeten, joh. Dit is zo fijn. Ga je er nou in zitten? Oh, wat lekker. Wacht. Dat is misschien wel leuk. Kom, we gaan sneeuwengelen maken. Yes, let's do it. Zo, ik lig erin. Oh, ik kan mijn arm er niet wijd krijgen, maar we gaan eventjes zo. Sneeuwengel. En... Nou ja zeg. Er wordt helemaal geen afdruk gemaakt in de sneeuw. Maar dit is wel heel grappig om te doen. Hi, Melie. Hallo. Hey. Er ligt helemaal geen sneeuw in onze tuin. Oh ja, dat komt omdat onze tuin vloerverwarming heeft zeker. Waarschijnlijk, ja. Weet je wat we wel kunnen doen? Nou. We hebben natuurlijk best wel veel sneeuwengelen gemaakt. Maar nu dat we niet naar school hoeven, is het misschien wel leuk om eventjes naar school te gaan. En dan te gaan spieken bij iedereen die op dit moment op school zit. Ja, maar worden we dan niet betrapt? Ja, dat zou best wel kunnen. Maar het doel is om dat niet te doen. Let's go! Oké, we hebben ons fietsen. Wee! Melie, let's go to the school. Wow! Ik voel me echt in zo'n lekkere winterse sfeer. Oh ja, het is wel een beetje glad hier. Oké, nee, het gaat goed. Oh my goodness, weet je wat we nog nooit hebben geprobeerd, Melie? Oh, hallo? Nou. Een beetje dichtbij. We hebben nog nooit hier zo'n glij... Oh! De glijbaan op gaan fietsen. Oh my god! Dat kan helemaal niet. Dat is een zwembad. Auw. Wow. Ik zie er wel heel erg bleekjes uit. Ja, best wel, ja. Nou, het zag er een beetje uit alsof je er zo overheen kon fietsen. Ik dacht dat het ijs was, maar dat was helemaal niet zo. Nou, daar moesten we wel borden neer gaan zetten. Dat is wel jammer. Ja, wel een beetje gevaarlijk. Oh, daar gaan we. Oeh, yay. School, daar gingen we naartoe, toch? School. Oh ja.
Ik had helemaal geen zin om naar school te gaan. We gaan het toch maar gewoon eventjes doen. Oké, let's go. Yes. Oké, we zijn er. Kom. We gaan even kijken. Oh, Meli. Moeten we wel voorzichtig doen. Ja, ik ga hier zo staan, want dan kunnen ze me niet zien. Er staat wel Merry Christmas. Nou, dat is wel heel schattig. Maar Meli, zie je al die kinderen? Die moeten aan hun wiskundehuiswerk zitten. En wij zijn lekker buiten. Ja, super saai. Oh, volgens mij zag de leraar ons. Oh, god. Oké, wacht even. 3, 2, 1, rennen! Oké, wat kunnen we gaan doen? Ik moet wel eventjes kijken voordat ik de weg oversteek natuurlijk. Maar het komt goed. Woehoe! We hebben Starbucks koffie! Ik heb wel zin in een warme chocolademelk. Koffie. En jij? Hallo? Ik wil ook wel warme chocolademelk, alsjeblieft. Oh, ik heb hier een donut. Oh, dat is ook wel lekker. Oh, we kunnen frappuccino. Dan neem ik een groene. Ook een donut. Want dat is lekker in de kerstsfeer. Ik ook. Lekker. Zijn nou een donut? Was een muffin volgens mij, maar... Het is wel echt super, super koud dit. Oh, kom, Meli, we gaan ook nog eventjes shoppen. Dit is zo leuk. Hallo. Oké, leuke kleding. Ik wil even kijken of ze misschien een nieuwe trui hebben. Oké, ik ga op zoek. Zo. Kijk, een trui! Oh, nee! Kijk, naar mijn trui! Nou, dat is schattig. Er zit een unicorn op je trui. En een draakje. Die vind ik echt heel erg leuk. Ik heb een lekker kerstige trui. Ja, ik vind die wel leuk. Oké, nou, dan ga ik die eventjes afrekenen. Zo. Wil jij die trui ook? Ik ook. Oké, is goed. Alsjeblieft. Oké, nou, we kunnen gaan. Let's go. Wat? Huh? Wat gebeurt er? We hebben toch gewoon netjes afgerekend? Ja. Oh nee. Nee, Meli. Rennen. Ik begin een beetje in paniek te raken. Ik weet niet wat ik moet doen. Rennen! Oh nee. Wat moeten we nu doen? Rennen. De snowmobiles. Oh ja, we gaan gewoon snel op de snowmobiles. Laten we doen. Op deze manier kunnen we heel snel weggaan. Kom maar achter mij aan. Oké. Okay. Gaan zo onder de brug. En op deze manier schudden we ze wel af. Ja. Kijk, zie je die gigantische berg daar? Langs de billboard van Brookhaven. Zo? Ja. Oh nee, het lukt niet, Meli. Weet je wat wel het voordeel is? Volgens mij hebben we de beveiliging nu afgeschud. Want ik hoor ze en ik zie ze niet meer. Dus dat scheelt. Maar hoe komen we deze berg op? Dat lijkt me echt heel erg leuk. Kom, Meli. Yay! Ik vind het trouwens nog wel een beetje op. Nee, je moet de berg op, niet af. Oh, op. Lukt het? Okay. Ja! Hupsakee, let's go. Kijk, zo. Ja, oh. Wow. Ja, oh. Hoepsie. Oh, god. Oh nee, Meli. Ik ben hier gevallen. Oh, nee. Meli. Moet ik naar je toe komen? Ja, graag. Oké, kom ik aan. Ik kan je zien. Oh, doe voorzichtig, Meli. Het is een soort van ons geheime plekje. Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Ik ook niet. Uitkijken dat je niet te dicht bij de zijkant komt natuurlijk. Oeps. Oh mijn god. Sorry, Meli. Oh. Sorry, Meli. Ik ben echt heel duizelig. Ik weet niet waar nee, ga ik heen. Pas op. Ik weet waar het ga niet. Ga ik heen? Meli. Meli, ga ik heen? Nee. Nee. Auw. Meli. Nee. Oh nee. Meli? Jongens, dat is niet goed. Dat is niet goed. Hoe moet ik nou bij haar komen? Oké, wacht. Ik ga eventjes van mijn snowmobiel af. Zo. Meli. We moeten haar redden. Oh jeetje. Gaat het wel? Kom naar je toe. Hallo. Oh nee. Ze is helemaal van me afgevallen. Meli. Gaat het wel? Oh, wacht. Kan je me horen? Jawel. Kan je wel horen. Oké. Doet dit zeer? Zo, als ik op je sta? Auw. Sorry. Ik voel me niet zo goed. Niet? Oh nee. Nee. Oh, dat is wel heel erg, want deze berg is super, super groot. Ik kan natuurlijk niet 112 gaan bellen, want we zijn aan het spijbelen. Nee, ik weet wat. Je moet me gewoon dragen. Nou, ik heb je, Meli. Maak je geen zorgen. Ik ga je naar het ziekenhuis brengen, dus let's go. Nee. Ja, ik doe mijn best hier, Meli. Ik ben zo snel mogelijk aan het rennen als dat ik kan. Oh, oeps. Ik ben echt heel erg buiten adem, maar volgens mij zijn we er. Ja. Zijn we er? Hier is het ziekenhuis. Het ziekenhuis. Hallo. Oh, jee. Hallo. Ik moet jou echt eventjes een x-ray geven. Volgens mij is dat hier zo. Hier. Oké, helemaal goed. En gaat u maar, Meli. Oh, we gaan met z'n tweetjes. Oké, dan gaan we gewoon samen een x-ray. Ik vind het prima. Maar je voelt je wel oké? Nee, niet helemaal? Niet helemaal. Je hebt last van een oogkas. En je hebt een gekneusde arm en een gekneusde heup. Oh, Meli. Nee. Echt
heel erg zielig. Maar het goede nieuws is dat niks is gebroken. Ik ga je gewoon eventjes in het bed leggen. Oh, ik ga samen met jou in het bed liggen. Eventjes een beetje privacy, hallo. Ja, zo. Dankjewel. Oké, Meli. Oh, dat is de verkeerde kant van het bed. Maar is goed. Wat jij wilt, ik ga eventjes naar buiten en dan laat ik de dokter een kijkje naar je nemen, oké? Oh, jeetje, oh, jeetje, oh, jeetje, jongens. Ik weet het gewoon niet, hoor. Ik heb echt het gevoel alsof het allemaal mijn schuld is. Want ik wilde natuurlijk spijbelen en dan wilde ik in een snowmobiel helemaal naar het berg gaan. Gelukkig is er niks gebroken. Nou, ik denk dat de dokter is geweest. En dan gaan we nu eventjes kijken naar of Meli helemaal oké is. Oeh. Hallo Meli, ik ben er. En ik heb de clipboard van de dokter. Dus ik kan gewoon eventjes naar je gaan lezen wat er mis met je is. Oké. Je hebt echt een heel erg laag IQ. Wat? Oh nee, grapje. Dat was een grapje. Nee, de dokter zegt je armen en je heupen zijn gekneusd. En volgens mij heb je een beetje last van je oog. En heb je hoofdpijn en zo. En hij zegt dat je... Wat? Een week moet blijven in het ziekenhuis. Oké, ik een slaap week. Al. Een week. Meli, hoor je wel wat ze zeggen? Hallo, Meli, word eens eventjes wakker. Kan wat? Niet. Want mama Waarom en papa... Niet? Ja, zij zijn natuurlijk op vakantie, maar ze komen over 2 dagen terug. Dus dan weten ze dat we hebben gespijbeld. En dan weten ze dat we in al deze problemen zijn gekomen. Dus dat is niet helemaal slim. Ik weet het. We gaan je kidnappen. We moeten een manier verzinnen waarop we Meli mee kunnen nemen. Kijken. Oh, daar ik is een brancard. Ik heb een rolstoel gevonden. Een rolstoel? Oh, hallo. Ja, dat is goed. Oké, super Meli. Je kan jezelf ook een beetje rollen. Nou, helemaal goed. Helemaal top. Voordat je daar doorheen gaat, ik moet even kijken of de kust veilig is. De dokter is daar. Wacht, ik ga even... hallo. Oké, ren. Ga snel. Ja, goed zo, Meli. Ja. Wow, je gaat wel echt heel erg snel. Hallo? Zit daar een motor in of zo? Ik heb geen idee. Ja, dat zou best wel kunnen. Oké, ik zie ons huis. Ja, ik zie ons huisje ook weer. Oh, lekker in de kerstsfeer. Oh, jeetje, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Oh, Meli. Okay. Oh, ik had die deur best voor je open kunnen doen. Ja, maak je geen zorgen. Ga maar weer eventjes uit de rolstoel. Goed zo. Helemaal goed. Ik moet in bed. Oh, in bed? Ja, misschien is bed ook wel beter. Vind je het niet gezelliger om gewoon even tv te kijken of zo? Ja, is ook goed. Ja, oké. Ik ga je gewoon op de bank neerleggen. Alsjeblieft, Meli. Ik heb een appel voor jou. Dankjewel. Alstuur. En dan moet ik hetzelfde doen met deze banaan natuurlijk. Alsjeblieft, hier is de banaan. Oh, goed zo. Ik zie al dat je van de appel geniet. Helemaal top. Het ziet er naar uit dat je al een stukje beter ligt hier zo op de bank. Oh ja, ik weet wat ik kan doen. Eventjes de tv aanzetten voor je. En gezellig de kerstlichtjes staan aan. Als ik nou gewoon eventjes een mooie verlichting hier zo maak. Zo, dat is wel gezellig zo, toch? Vind je het wel oké? Ja, zeker. Misschien moet ik je toch nog maar gewoon eventjes in het bed leggen. En dan breng ik je naar boven. Ik ga automatisch naar mijn eigen bed toe, maar ik moet jou eventjes hier leggen. Zo. Nou, ik hoop dat je lekker warm bent. Snel beter worden, oké? Okay? Slaap lekker. Oké. Ik heb echt het gevoel dat alles helemaal en volledig gewoon totaal mijn fout is. En dat vind ik echt niet leuk. Ik ben degene die wilde spijbelen en ik heb gewoon ervoor gezorgd dat Meli in het ziekenhuis is beland. En dan heb ik haar ook nog uit het ziekenhuis moeten kidnappen. Weet je wat? Volgens mij is dit allemaal gebeurd omdat we hebben gespijbeld. Maar dat betekent dat het helemaal niet goed gaat komen met Meli. Ik hoop maar dat ze zich zo meteen wat beter voelt. Want dat ziet er naar uit dat ze nog wel eventjes een tijdje ziek gaat blijven, jongens. Oh, nee. Huh? Oh. Wow. Hey. Je bent gewoon van de trap gekomen. Hallo? Ik voel me een stuk beter. Echt? Je voelt je beter? Ja. Yes, yes. Oh, wat goed. Dat doet me ook heel erg goed om te weten. Oh, alles is toch wel helemaal goed gekomen, jongens. Gelukkig. Dus, Meli, vond je het toch wel een leuke dag of niet? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Vond het wel gezellig. Behalve dat ongeluk, dat was wel wat minder. En weet je, misschien is het toch maar een idee als we voortaan niet meer gaan spijbelen. We gaan gewoon netjes naar school wanneer het moet. Maar voor nu was het toch wel heel erg leuk, stiekem. Dus, wat mij betreft, even een grote knuffel. Ik ben heel erg blij dat je beter voelt. Yay! Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete seizoen? Denk je lente, zomer, herfst of winter? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!